Een hele goede middag, begin van de middag, 11:45. Ik ben ondertussen al met de was bezig. Niels heeft mij laten uitslapen, samen met Sam. Daarna ben ik was aan gaan zetten, zijn we aan de gang gegaan met van alles. Want Niels is vandaag jarig en dan denk je, ga je het vieren? Ja, gewoon in huis vieren we het. Niels heeft heel lang erover gedaan om te bedenken wat voor een cadeautje die wil. Nou is het zo dat we aankomend weekend gaan Niels en ik samen 2 nachtjes weg. 2,5 dag ongeveer. Daar hebben ze een bad. We hebben echt een relax huisje wat dat betreft. Dat is al even geleden geboekt. Omdat we zeker wilden weten... dat het zeg maar er was. En Jordi en Sam die gaan naar mijn ouders toe en Liam gaat naar Inge toe. En het is ook dicht bij Inge, dus wij kunnen dan Liam ook weer ophalen en dan op de weg terug kunnen we Jordi en Sam weer ophalen. Maar ja, Niels is dus vandaag jarig, dus ik heb cadeautjes. Hij heeft er heel lang over nagedacht wat hij wou, maar we gaan dus aankomend weekend weg, dus hij wilde het in de sfeer van dat weekend hebben. Daar is een bad. Niels houdt enorm van in bad gaan. Wij hebben geen bad, maar daar is hij gek op. Ik ga jullie meenemen wat ik in de tasjes ga stoppen. Want ik heb namelijk allemaal van dit soort tasjes gekocht. En van alles wat met padderen te maken heeft meegenomen. En snijrij. Maar ja, dat is altijd goed. Dus dat ga ik even inpakken. Zeg maar, papa, je stinkt. Wauw, dankjewel, Lia. Wil je ook aan papa geven? Aan papa geven. Pas houden. Pas pakken. Pas houden. Papa geven. Papa geven. Papa geven. Papa kusje. Goed zo. En ze weet het allemaal al. Afblijven, Liam, dat gaat kapot. Oké, ik koop weer lekker het hele assortiment. Nou ja, dan heb je in ieder geval genoeg voor als we weer ooit gaan. Zo ziet het er anders uit dan zo. Ja? Wil je wel een keer vaker? Nou, dat weet ik niet. Liam, Liam, kijk eens. Wil je die aan papa geven? Aan papa geven. Zeg maar alsjeblieft, papa. Geef papa dan nog een kusje. Dankjewel. Oeh, lekker. Oh, dat is alle mix. Ja. Dat is lekker. Wil je ook een papa geven? Wil je papa geven? Nee, papa geven. Nee, papa geven. Vasthouden. Nee. Alsjeblieft. Oh, de axe-effect van mama maakt. En dan deze krijg je van Jordi. Parels. Wit. Ja? Vlak. Die hebben. Die tasje pakken. Alsjeblieft. Die moet je hebben.
Ja, ben je er blij mee? Boba kan in het tasje. Je kan ook een eindje erin doen. Ja. Papa, ben je er blij mee? Ja. Ja, kun je lekker badderen van het weekend? Ja. Ja. Met mama. Met mama. Ja, voornamelijk papa, want papa houdt van badderen. Maar de kindjes hebben gelijk een tasje gevonden. Ja, als je... Dit is dan weer onze donkere humor. Kijk, als je zo kijkt is het een raket. Maar als je zo kijkt is het iets anders. Nee, dat is cadeautjes van papa. Jij mag die tasjes hebben. Die twee tasjes. Hier, die mag jij hebben. Nee, die krijg jij nou niet. Dat is allemaal van papa. Nee, die tasje mag jij hebben. Nou, dus... Oh, dus papa is er blij mee. Maar goed, we gaan hier gewoon verder. Het is gewoon een dag zoals elke andere. We gaan de kindjes eten geven. En zorgen dat alles in kan en kruiken hier loopt. Een hele goede morgen. Liam en Sam en Jordi en Niels gaan vandaag naar de kapper. Dat is altijd wel een dingetje, want Sam die wordt helemaal panisch. Dus Niels is al op voorhand met Sam gegaan. En ik heb nu alles klaar, zodat ik met Jordi en met Liam kan gaan. Niels is daar dus nu. En dan doen we iedere keer wisselen en dan loop ik een rondje. En dan Jordi minst over de zij. Niels is op zolder nog bezig. Die is aan het klussen. Kinderen zijn allemaal geknipt. Jordi, Sammy, Liam. En ze hebben net ook gegeten. Dus ik ga ze nu één voor één de douche in doen en dan in bed. Want ze hebben vannacht alle drie lopen spook. Dus ik ben ze even beu. En daarmee bedoel ik ook dat ze gewoon lekker even gaan slapen. Dat. Niels die ging eventjes de kindjes aankleden. Want ja, hij zei dan kunnen ze even buiten spelen. Helemaal prima. Ik heb al eerder uitgelegd waar dat de kleren lagen van die hij moest hebben. Heeft hij nou gewoon een pakje van Jordi bij Liam aangedaan? Hij verzuipt erin. Niet dat uiteindelijk die kleding niet van de kinderen wordt, maar een pakje van Jordi. Hij ziet dat Jordi het aan heeft. Nee, ik heb een eind. Nee. Echt, hè? Nee. Daar ben jij nog bij je papa. Kleine skater. Hé. Goedemorgen. Liam en Joef waren zo lief aan het spelen net. En jij bent lekker bij mama. Ja, met oh, echt? Jordi is met Niels even naar de fysio. Daarna heeft hij 3 weken vrij van de fysio. Vandaag krijgen we ook bezoek. We krijgen vandaag Inge op bezoek met 3 kids. Jinte, Julon en Oud. En die blijven hier ook slapen vandaag en morgen. En vrijdagochtend ergens gaan ze naar huis. En dan nemen ze Liam mee en Joef. Want wij gaan natuurlijk een weekendje weg. En alles wat hier in huis woont moet natuurlijk goed terechtkomen. Dus Liam en Joef die gaan met hun mee. En wij zetten vrijdag Jordi en Sam bij mijn ouders af. Dus dat is alleen maar goed. Wat ben je aan het doen? Hi. Ja, hi. Mwah. Hi. Hi. Oh, ben je kusjes aan het geven? Hij is kusjes aan het geven aan Joef. Doe Joef nog een kusje geven? Ja, doe Joef nog een kusje geven? Oh, je bent zo lief vandaag. Voor nu dan, hè? Oh, kom dan, doe Joef je
kusje geven? Kom hierheen. Ga je Sam een kusje geven? Oh, dat is lief. Goed zo. Sam is gewend dat hij wel eens een keer komt knabbelen. Maar ik moet zeggen, dat heeft hij de laatste tijd niet gedaan. Al ga je dekentje over Joefie heen leggen. Joefie ook dekentje. Oh, vindt Joefie wel fijn hoor, dekentje? Ja, vindt Joefie wel fijn? Samen zijn, hè? De laatste paar dagen doet hij ook steeds meer met Joefie. Lekker knuffelen en dat soort dingen. Dus, het is wel echt zijn maatje. Want ze zijn samen opgegroeid natuurlijk, hè? Maar goed. Ik ga even beginnen aan fruit maken. En dan als Jordi thuis komt, kan hij lekker fruitje eten. En de kindjes. Ben je het doen? Lekker ding. Dan gaan we het kindje aankleden. En dan zijn we klaar voor het bezoek. Liam, kappen. Je kan niet ontbreken, hè? Daar. Ja, ga weg, Joef. Wat doe je, Joefie aaien? Dat mag. Ja, ga weg, Joef. Daar. Oh, kusjes. Je hoort hier nogal geroezemoes. We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen in de woonkamer. Maar zoals jullie gisteren zagen, hebben we gisteren allemaal verschillende pokkies gekocht. Want die hadden we gevonden in de toko, in de Oriental. En dit is ook degene die mij die aardbeien smaak heeft gegeven. Even kijken waar die is. Die had ik. Ja, geen aardbeien. Jawel, die heb ik wel meegebracht. Ga hem even zoeken. Gevonden. Tada. Had jij deze al geprobeerd? Nee. Nee? Dan gaan we deze eerst proberen, want deze heeft ze mij gegeven. Dus ik vind wel dat ze deze dan eerst moet proberen. Ik heb alleen de standaard geprobeerd. Oh ja? Ja, ik vond die alleen nooit zo klaar. Ja, nou gaan we alles proberen. We hebben echt verschillende smaken. Dit is aardbei.
Het is er niet echt aardbei aan, jij? Jawel, ik wel. Het is meer van die, meer zoete snoepjes, maar dan niet zoet. Maar ik proef wel aardbei. Het lijkt een beetje saftijs. Ja, kan ik mij even vinden bij je zegt. Maar dan wel aardbei saftijs. Ja. Van die... Echt van die... chemische aardbeien saftijs. Ja, van die, goedkope rollen. Ja, dat. Ja. Nee, ja. Die gelato, waar je die drie kleuren hebt. Ja, sorry, die. Daar ja. Smaakt het naar, ja. Dan hebben we hier ook nog mango. Oh, ik hoop de banaan. Nee, ik heb geen banaan, want dat vind ik vies. Ze weet dat ik banaan niet lekker vind. We gaan ze gewoon allemaal proeven. Kijk wat lekker is. Ja. Ik gok op chocola met nootjes. Ja, dat kan je goed. Deze zal hetzelfde ramp zijn. Het plakt allemaal vast aan elkaar. Hier. We hebben van tevoren onze handen gewassen hoor. Wat is het? Mango. Mango. Ja. Nee, niet lekker. Hij heeft Hij heeft alleen mango smaak. Nee, maar wel de bittere nasmaak, zeg maar. Dat. De bittere nasmaak. Dat is echt vies. Ja, nee, ik ga deze ook niet opeten. Dus, de mango... Niet kopen. Nee, niet kopen. Dan hebben we hier de matcha, milky matcha. Ja, daar drinken ze ook heel vaak in plaats van koffie. En matcha moet je van houden. Ja, we hebben drinken ook nog hierbij staan, want... Dit is echt vies. Ja. Echt niet kloppen. Het plakt allemaal aan elkaar. Oh ja. Ja, nee. Een hele. Ja, je moet van matje houden, dat weet ik wel. Ik weet niet of ik het zelf lust. Oh, hier ook twee. Zit nu zijn smaak aan. Blijkbaar de sneeuw zit en ik heb een verkeerde sushi besteld. Ja, muf. Ja. Hele muffe smaak. Nee. Ja. Nee. Mama, niet maken. Niet kopen. Niet lekker. Nee. Eens. We gaan nu de chocolate coated biscuit stick poppie proberen. Dat is gewoon een normale chocolade. Oh, dat zal beter zijn. Kunnen we ook nog gewoon een filmpje doen? Wat is dat voor iets? Let's learn with Poppy. Oh, we kunnen nog een spelletje bij spelen ook. Oh, dat nog. Voor deze plakken niet. Maar zal dit een betere smaak zijn? Gewoon chocola. Ja, een beetje poer. Ja. Deze wel kopen. Ja. En dat is mooi de mooiste grap. Wij houden allebei van puur. Ja, maar deze was goed. Ja. Nee, nu al. Dit is een verstap. Ja, die zetten we gelijk weg. De rest mag je nog allemaal eten, maar deze niet. Deze is voor ons. Dan heb ik hier bosvruchten, blueberry yoghurt. Ik ben er bang voor. Ik ook. Die aardbeien maar, is dan nog minst erg van. Ja, die aardbeien vond ik dan nog wel lekker. Hij plakken, ze plakken niet in ieder geval. Dadelijk. Hij is wel dikker. En zoete geur. En hij smaakt naar blauwe bessen. Ja. Ja, de ijswinkel is een bolletjes ijswinkel. Ja. Ja. Deze vind ik ook wel een... Ja, deze wel dikker wel komen. Ja. Ja. Dus bij ons gaat deze ook... Ja. Verstand. Dan, dit is geen pokkie, maar... Doe dan eerst die. Dit is de meeste ellende. Nee. Deze is ons laatst. Dit is knetter... Stokkies. Zitten er nou twee in één? Of... Zullen we doen we gewoon de midden. Anders zijn we helemaal aan het eten. Ja. Oeh, die zit nog hard toe. Het is meer zo'n soepstengel met zout, met Ja,
En het... ik weet niet of je het hoort, maar het knettert. Nou, ik vind het niet bijzonder. Nee. Het is niet iets waar ik denk van, daar koop ik de volgende keer weer. Nee. Het zit toch gelijk tussen de tanden? Ja. Nee. Ja, we gaan er gewoon nog een hap van nemen, maar dat is een koekoekschijm. Nee. Nee. Het is ook geen puur. Nee. Het is ook geen melk. Nee. De koekje is wel lekker. De koekje vind ik dan wel weer lekker. We gaan het echt aan elkaar gesmeren dan op. Ja. Nee, niet op. Ja. Yeah. Nee. Nou, niet lekker genoeg. Nee. Nee. Ik ga wel eerst drinken nou hoor, want dat is knetter in mijn mond. Ja. Ik ben er ook gelukkig van. Dan hebben we hier nog Summer Paradise Peach Lychee Elderflower Flavor. Limited Edition, ben ik bang voor. Ja. Ik ook. Net zo, dan hoort als ja bij, of die andere. Ja, het is of ja of totaal nee. Ja, nou dan is die knetterspoel dan nog in het midden. Ja. Ik denk dat deze bij de aardbeien komt. Zeg maar, dit is een oké. Dat is niet lekker. Nee, dat niet, maar smaak is anders. Ik vind deze nog wel goed te doen. Ja, dat is niet lekker. Tussen die aardbeien en die mango in. Nee, maar het is ook geen mango, hè? Het is peach. Nee, tussen die aardbeien en die mango in. Oh, die smaak. Ja, maar die mango vind ik echt vies. Ja, die aardbeien vind ik echt goed. Ik zeg maar, je moet niet verwachten dat je de aardbeien zo proeft, hè? Maar wat ze van aardbeien kunnen maken, vind ik deze wel oké. Ja, maar deze ook niet lekker. Ja, ik vind deze wel lekker. Ja. Nu moet jij die maar verstoppen. Ja, doe ik die wel verstoppen. En dan gaan we naar jouw grootste hoop. Ja. Amandelchocola. Ik denk dat we toch bij de puro komen. Dat is de beste optie van al die doosjes. Hij ziet wel puur uit. Ja. Oh ja. Ja, deze wel goed. Ja. Er zit zelfs granen in. Dat is extra gezond. Ja, dit is ook voor mij een ja. Ja, dit is extra haven bij je. Ja. Ze hebben net paarden. Extra haven. Hier! Ja. Dit is nou altijd... Maar ik vind dat die pure lekkerste. Ja. Dus deze is op 1. Ja, deze op 2. Die op 2. En dan die op 3. Ja, eens. Zo, dan is dit ook. En voor mij... Voor mij komt dan deze, de aardbeien, dan deze, dan komt deze, dan komt deze, en dan... Die mango is echt precies. Ja, die moet je echt niet kopen, dat is gewoon echt dat. Maar goed, dit was dus onze taste test pokkie. Wij hebben dit allemaal bij de Toko, de Oriental, gehaald. En ja... De rest is uitverkocht. Ja. Waarom nog een paar meer? Ja, cookies en... cookies en cream die jij mij had gegeven, die hadden ze niet meer. Nee. Dus ik weet niet of jij die had gehad. Maar dan moeten we die binnenkort nog maar even. Maar we hebben nog even een banaan gezien. Die volgende keer er wel in. Jij met je bananen. Ja. Maar goed, nou, dat was onze taste test. Nee. Er moet natuurlijk ook gegeten worden. Nou ga ik iets maken wat in principe eerst door de kinderen gegeten wordt en dan gaan wij volwassenen eten. Wat ga ik maken? Shawarma kapsalon. Dus ik heb shawarma kruiden gisteren bij de toko gehaald, want dat wilde ik al langer. En die heb ik met kippendijfilet gemarineerd. En dat gaat dadelijk in de airfryer voor de helft. En dan heb ik aardappelschijfjes. En dan maak ik salade. En dan doe ik in eerste instantie voor de kinderen maken. En daarna voor de volwassenen. En ondertussen is Inge
de oppas. En Julan en Nout zitten lekker met Sam op de bank. En Jordi die kwam elke keer naar de keuken. Dus nou is maar Inge maar gaan knuffelen. Die is gebombardeerd tot knuffelbeer. En ik denk dat als ze doorgaat dat Jordi zo slaapt. En Jinte vindt niet leuk dat jij met de mama met Jordi knuffelt. Vind je niet leuk, hè? Vind je niet leuk, hè? Vervelend. Ja. Maar je hebt straks mama weer voor jezelf als Jordi naar bed is. Ja. We gaan ook nog dingen testen. Maar dat zien jullie later in de vlog. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. We hebben nog echt veel gedaan. Bedankt voor het kijken. En